Wat is Wereldlichtjesdag? Wereldlichtjesdag is een initiatief wat genomen is in 1997 in Amerika om alle kinderen die overleden zijn en vermist zijn, om die eens te gedenken. Iets wat jarenlang behoorlijk op achtergrond is geduwd geworden en zeker door onze opa's en oma's, want in die tijd werd er helemaal over overledene kinderen niet gesproken. En zodoende is dit tot een wereldwijd evenement geworden. Waarom is het voor jou belangrijk? Dit is voor mij belangrijk omdat in heel veel gesprekken waar ik kom en bij uitvaarten waar ik kom, merken we heel vaak dat het overleden kind echt een ondergeschoven plaatje is. Als we gaan vragen hoeveel kinderen zijn er in het gezin, dan wordt het zelfs af en toe stil. En dan zijn er niet 5 kinderen, maar dan waren er in werkelijkheid zelfs 8 of 9. Alleen van die andere kinderen weten zelfs vaak de grotere, zoals we dat dan noemen, in het gezin niks. En ook hun hebben bestaan. En een kind wat geleefd heeft, is en blijft een kind. En daarom vind ik dat heel belangrijk. Onder andere ook omdat mijn eigen oma, die heeft heel veel kinderen gehad, slechts 5 in leven. En toen zij in de 80 was, toen zijn wij er pas achter gekomen hoeveel kinderen dat ze in werkelijkheid gehad heeft. Groeit dit evenement nog? Hoe vaak hebben jullie dit evenement nou gehouden? Dit is nou voor de 6e keer in Heidhuizen heeft het plaatsgevonden. Gelukkig zijn er in Nederland al 100 over het algemeen uitvaartondernemers die deze dag organiseren. En we zijn alleen maar blij dat het steeds meer en steeds groter wordt. En daar doen we het ook voor. We doen het niet voor ons. We doen het voor de mensen zelf. Dat er een moment is dat we nog even aan hun overleden kind denken. Wereldlichtjesdag is ook aan een goed doel gekoppeld. Hoe is dat precies georganiseerd? Inderdaad, wij doen ieder jaar een goed doel uitzoeken om de opbrengst wat de lantaarntjes ons geven, dat geven we het liefste aan iets wat gekoppeld is met kinderen. Van dit jaar hebben we dat gekozen voor Dia Nico, een nieuwe stichting die ervoor zorgt dat mensen die helemaal niks hebben gehad met Sinterklaas, of die niks te eten hebben, of die over het algemeen helemaal niks hebben, die willen we graag een hart onder de riem steken. En voor ons is het van belang dat het geld naar de kinderen gaat.